Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is zondagochtend, we zitten aan het ontbijt. Papa is de pap van de kids aan het blazen om af te koelen. Terwijl de kids nog even een stukje, wat is het, Tarzan kijken? Of King Kong of wat dan ook. Maarten is met de kids naar de kerk. En ik heb vanochtend even overwogen. Ik wilde eigenlijk meegaan, ik was me aan het klaarmaken, maar ik was echt moe in de zin van... Dus ik mijn armen bewoog om mijn haren te wassen, merkte ik al zo... En ja, ook merk je dat je een beetje in een bubbel zit of zo, in een andere wereld. En ja, ik weet het niet. Maarten overlegt van ja, wat moet ik nou doen? En hij zegt, Nens, weet je wat? Blijf lekker thuis. Pak even de rust. Kijk even waar je zin in hebt. Ga even lekker zitten. Ja, want we hebben vanmiddag een lunchafspraak. Ook wel heel leuk, maar dat zal dan meteen naar de kerk zijn. En dan is dat gewoon wat veel op dit moment. En vooral na een hele week met de kids te zijn geweest en lekker druk in huis. Dus nou ja, ik vind het eigenlijk wel even lekker. Ik ben even... Kiwi heb ik achterover gewerkt. Nou even dit... Mijn suikerwaardes waren oké vandaag. Dus zo kom ik er een beetje achter wat ik in de avond wel of niet kan nemen. En in plaats van te rusten heb ik tot nu toe eerst eventjes het huis weer opgeruimd. En ja, je kent het wel, dat je op een gegeven moment oren vooral van die rommelhoekjes hebt. Dat je, daar liggen dan je boodschappenlijstjes. Het speelgoed van de kids liggen op de grond. Nou ja, zo verzamelt zich overal iets. En ja, als je nesteldrang hebt, dan vind je het gewoon fijn dat het gewoon clean is. Dus ja, ik heb alles opgeruimd en nu ga ik nog even zuigen en dan ga ik even de rust nemen. Ik denk dat ik even stille tijd ga houden, muziekje aan, even rusten, zoiets. Ik heb even gelegen en daarna even een beetje zo gedut, zeg maar. En dan komen allemaal ideeën en creatieve dingen in me op. En daar merk ik gewoon aan dat het goed en belangrijk is om af en toe even... echt tijd te nemen. Ik kan dat wel echt pas als het ook netjes is, zeg maar. Als het huis op orde is en ja, dat was nu het geval. Het was lekker rustig in huis, dus ik heb even gelegen en onder andere een idee gekregen voor het geboortebord van Uki. Waarschijnlijk gaan we dat met z'n vieren samen maken. Hebben we een leuk idee over. Nog ideeën voor eventueel nog een reis of een tripje. Dus eigenlijk fijn om zo af en toe even tijd te nemen. En ik heb ook vanochtend, want dat zat dan in mijn achterhoofd, mijn vluchtkoffer. En nog eens naar gekeken, een aantal dingen die ik nog wilde toevoegen. Bijvoorbeeld als het echt heel warm weer wordt. Daar heb ik geen kleding voor in de tas gestopt en zo. Dus dat heb ik ook allemaal gedaan. En ik merk dat dat meteen rust geeft. En ik geloof dat het ook echt goed en belangrijk is. Dat kan ook, want deze week heeft Maarten ook vrij. Dat echt die kleine laatste dingetjes klaar zijn. Zodat ik ook echt... ja, dat zeggen ze volgens mij ook. Dat als een vrouw het huis helemaal klaar heeft. Dat dan ook pas vaak de geboorte in gang gezet wordt. En ja, aangezien Uki waarschijnlijk aan de iets grotere kant is. Is het natuurlijk helemaal niet erg als hij iets eerder komt. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het weer een leuk weekje wordt. Waarin we echt de allerlaatste dingen klaar gaan maken. En... stiekem ben ik net nog aan het denken, dat komt iedere keer, het komt en gaat om nog even een tripje te maken waarin we ergens met z'n vieren nog overnachten. Want de kinderen hebben nog maar 1 week vakantie. Maar goed, kijken of dat haalbaar is. De kids zijn, en Maarten zijn nu onderweg naar hier. En dan gaan we even lunchen bij vrienden. Wat ik nu net tegenkom is deze tekening. En ik heb die gemaakt nog voordat ik zwanger was. Ik weet niet of ik jullie eens verteld heb hoe het gegaan is dat wij voor een derde zijn gegaan. Dat leg ik nog wel een keer uit. Maar toen ik dus wist dat we wel voor een derde zouden gaan, maar dus nog niet zwanger was, heb ik deze tekening gemaakt. En dat is ook echt iets waar ik naar verlang, zeg maar. Om ja, met z'n allen in een bepaalde rust te zijn en te genieten van de natuur en green pastures. Dat is een stukje uit Psalm 23. Ik ben de man cave. Lee achter de piano en Nicky achter de drum. Huh? Moet je even snel rijden? Nee.
Nee. Oh jee. We hebben de zonneluifel uitgeklapt thuis. En het is gevaarlijk als hij eraf vliegt. Dus Maarten gaat dat even fixen. Dank u heer dat u hem beschermt. Oh my goodie. Kijk eens hier, schat. Goodness. Hoppa, Pulsje erbij. Max Verstappen. Allemaal kritiek op hoe het beter moet. Ja, we hebben alles. Wat hebben we, jongens? Wat gaan we doen? Is die weg? Oh boy. Oké, we waren net eventjes bij lieve vrienden van ons en daar kregen we deze geweldige jongen mee om eens even uit te proberen. Dus papa gaat even kijken hoe we te kunnen racen. Mag ik dan ook? Ja, zeker. Kijk maar eens mee. En het was gezellig, we hebben veel regen gehad. Mama staat hier in de keuken. Hoi mam. Hoi. Staat een beetje hard, hè? Wat ben je aan het doen? Wat denk je altijd aan het doen? Eten maken. Lekker. We hebben aardig wat regen naar binnen gehad. Naar binnen? Had je dat althans buiten gehad? Hij is een geest. Welke circuit gaan we doen? Ik denk als... Spa-Francorchamps? Ja, denk het wel. Of de Nürburgring. Wat is dat? Nordschleife hier. Oh, die is vet. Die lijkt me vet. Nou, daar gaan we. Wacht. Doei. Ja? Oh. Maarten. Eigenlijk ging McDonald's door mijn hoofd. Maar we konden weer staan. Ik ben even wat kip aan het opbakken, want we hebben nog heel veel rijst van gisteren. 2 bakken. Ik heb niet echt saus en ik had niet zo heel veel zin om echt een saus te gaan maken. Ik heb wel nog champignonsoep, dus ik ga hier een beetje van als saus gebruiken. De suikergehalte valt ook mee, zag ik. En een lekkere salade erbij. Smakelijk. Niet smakelijk.